Vanuit Stadscafé Hexagon in deze editie Reggy Broekhuijze over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het paranormaal medium Martin Seare, en die gaat aan het werk hier in de Betuwe. En we beginnen met Alexandra van Steen en Arie van Vliet over een nieuw Tiels kinderboek. Mijn naam is Henry Timisela, dit is Stellage. Goedendag. Dag. Arie. Hallo. Alexandra. Jullie hebben een nieuw boek gemaakt. Ja, klopt. Ja. Vertel er eens even over, want... Nou, Flipje, daar zijn we nu al trots op. Zie ik hier zo staan op de cover. We hebben natuurlijk van vroeger uit de verhaaltjes en de rijmpjes. Daarna is Arie in 2002 begonnen met Tiels Flipje als stripboek. Maar er was nog eigenlijk geen leesboek. En dit is het eerste echte leesboek. Je kunt het voorlezen en als je een jaar of 7, 8 bent en je kunt het zelf lezen, kun je het zelf gaan lezen. Het zijn het echt verhalen over Flipje zelf? Want ik ken het dan van de stripboeken natuurlijk. Dit is echt gewoon echt... Ja, het is Flipje met zijn vriendjes. Maar in dit boek spelen ook alle andere dieren een hele grote hoofdrol. Oké, zoals, want ik zie het natuurlijk hier. Voor al de kleine kinderen die nu kijken en nog niet bekend zijn met het Tielse fenomeen Flipje. Ik kan het me haast niet voorstellen. Jij hebt de tekeningen namelijk gemaakt, ja, hè, Arie? Ja. En sowieso komt Flipje voor met zijn bekende vriendjes, maar inderdaad ook heel veel nieuwe dieren die een rol krijgen binnen het boek. Bijvoorbeeld Simon's sluipwesp, die komt uit Italië. Sluipwespen die zitten altijd in vijgen om de vijgen te bestuiven. En Simon die is zijn vader en moeder kwijtgeraakt in een boomgaard in Italië. Oké. En omdat juffrouw Schaap die wil een vijgentaart gaan bakken. En op het moment dat zij het vijgje doorsnijdt hoort ze een ernstig gepiep en gejammer. En dat is Simon, die is zijn papa en zijn mama kwijt. Oh, dat is best wel treurig. Ja, dat is heel treurig. Maar gelukkig hebben we Pieter Penicaal. En die moet die avond toch naar het zuiden vliegen. En die neemt hem dan weer veilig mee in zijn grote... Verklap niet te veel, hè? Want, nee, maar er staan 12 verhaaltjes in. Dus. Oké, 12 verhalen. Die heb jij geschreven, geïllustreerd door Arie. Heb je er gewoon lang over moeten nadenken om die verhalen te maken? Nou, eigenlijk zijn ze best snel gekomen. Ja? Ik wandel heel veel en tijdens het wandelen kom je van allerlei situaties tegen. Maar ja, dat speelt ook van alles. Ik ga bijvoorbeeld wel eens naar een biologische boerin. En die is in dit boek een mevrouw Cijperstelen geworden. Die ook biologisch boert. En, toen ik van de zomer in Italië was, toen heb ik dus echt een sluipwespje in mijn vijg gevonden. En daar werd Simon geboren. Ja. Dus zo hobbelt het eigenlijk door je hele leven heen. En dan ga je naar Arie toe en dan zeg je, Arie, teken dat eens even voor mij. Gaat dat zo makkelijk? Ja. Ja, dan krijg ik inderdaad de verhalen toegestuurd en dan ga ik ze lezen. En dan probeer ik eruit te pikken wat eigenlijk het belangrijkste, wat de kernpunten van een verhaal zijn. En we hadden afgesproken dat we per verhaal 2 illustraties zouden doen. Dus dan is het kiezen welke 2 onderdelen van het verhaal eigenlijk de belangrijkste zijn om in een tekening te pakken. Ja. En ook nog wat eigenlijk wel een leuk beeld gaat opleveren. Oké. Dit is de eerste samenwerking? Nee, want we hebben al eerder samen... Ja, in dit boek, maar we hebben natuurlijk eerder de stripboeken al samen gemaakt. Deel 4 en deel 5. Ja. Enorm veel succes en ik ga het boek zeker lezen. Fijn, dankjewel. Dankjewel. In de Betuwe loopt een paranormaal medium rond en ik heb hem hier aan tafel, namelijk Martin Seare. Ik ga Engels met hem praten, dus ik hoop dat u kunt volgen, vast wel. Martin Seare, welcome. Thank you. So you're here in Tiel now. Yep, that's right. And what are the plans you're going to? Well, we're kicking off with a tour called Between Two Worlds Tour. It starts off in Ericum on the 1st of the month. On the 16th of the month, we move down to Geldermalsen for a live show. And what this is I appear on stage, I tune into the audience. And very much like... Tune into the audience. Just explain. Okay, for example, you're in the audience and I come to you and I sense what's around you, if anything is around you. And I bring various things through to identify certain parts of your life, certain things that you've had problems with, maybe messages that you actually are kind of needing to hear from people that have crossed over already. And maybe if you're grieving, you've come to the show maybe to find some answers. Right. And maybe... that energy of that lost loved one will come through. It's very much similar to what Derek Ogilvie does. But the idea behind it is to show people there's nothing to be frightened of. It is simply, it's the law of physics, the first law of physics states, energy doesn't dissipate, it only transfers form. Now, consciousness is energy, therefore answers itself. You've done already a lot of shows already. Yeah, yeah. So in Erichem, you told me, are there a lot of people going to come? No? I'm hoping so. We've got 70 seats. We've taken it as if people want to come to the show, they can just turn up and they get entry that way, or they can go to the website, which is www.martyseare.com, okay. To find out about the shows. But I'm pretty confident people are going to turn up, yeah. But everything's got to start from somewhere. Of course, we're happy you're here too in Tiel. So when you came to Tiel, you already saw some places where you were thinking like, oh, perhaps something is happening around here. Yeah. Is Tiel like a little bit haunted, perhaps? Zulen is a haunted place. Tiel's... Zulen is a haunted place. Oh yeah. Wow, that's news. Yeah. There's various places. See, why is Zulen haunted? Because there's a war still going on. It's still impressed in the atmosphere. It's something to do with Belgians, Dutch, and the French. Mm-hmm. A war still being fought out. We went up there for a trip, and while I was standing there, I could see the horses in my mind, if you like, coming across. I could see the dress that the people were wearing. I could hear various names that were called out and how I met. What kind of clothes do they wear then? The guys that were coming towards us were very, very loose shirts. Not like shirts like we have, like blouses like we have. Mm-hmm. They were very ragged, almost like rags. They were really riding the horses through. It was something about our message had to get down to not where that big house is at Zulen, you know, the one with the moat round it. Mm-hmm. There was an earlier house, there's somewhere else, there's an earlier house, and it's got a moat around it, and it looks, to me, it looks just like a big square block. That's where they were trying to get to, and then the message had to go back up towards, I forget the name of the place. Well, but it's very, that's new for me, that Zulen is haunted, because I already know it. Yeah. And what about other places, like here in our city, Tiel, when you go to... There's energy everywhere. I mean, you don't necessarily have to have all the lights out in pitch black. When I'm simply walking around, I'm staying in Tiel at the moment, and the place I'm staying at, on various times we've heard people coming through the door, and it's not just been me that's been hearing things. It's everyone who's there, complete strangers who are guests that have come round, can hear people coming through the door, the footfalls, and then it just stops. Mm-hmm. There's been various things that have happened since. Interesting, Martin, interesting, because... you're going to do your shows, and people are going to come to you, and they're going to ask you questions, perhaps relatives who aren't here anymore. Yeah. And you help them, right? You help them on stage. Correct. So the way I do it is I speak to the individual, the living person, and I feel what is around that person. And then any bits of information, I just say straight away, or if I don't get anything, I don't say. Mm-hmm. But the information I do get, I don't change, I don't manipulate in any way. If an energy comes through swearing its head off, then I shall tell that person word for word. Okay. Because for me to change it, that living person might not recognise that individual then, for example. Martyseare.com is your website? Correct. And this week you're going to record a new pilot, so we're going to see you a lot more on television? Yep, that's in the pipeline. I'm working with... my friend Dan Van Ammeren, and Bruni, StadsTV, and we're putting together a show. Obviously, I don't want to give too many details at the moment. Don't do that, and we'll check you on your website, martyseare.com. Fantastic. Good luck. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Aan het begin van dit programma had ik het over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het schijnt toch iets anders te zijn. Reggy Broekhuijze komt hierover vertellen. Hallo. Hallo. Want het is namelijk niet maatschappelijk verantwoord ondernemen waar je over komt vertellen, maar iets genuanceerder moet het zijn. Ja, volgens mij. Ik ben op dit moment bezig om een beursvloer te organiseren in Tiel voor de mensen uit de gemeente Tiel, Buren en Geldermalsen. Mm-hmm. En dat gaat plaatsvinden op 24 mei in de middag bij het gebouw of in het gebouw van Waterschap Rivierenland. En de beursvloer, dat is eigenlijk een evenement waar ondernemers en maatschappelijke organisaties uit deze regio elkaar gaan ontmoeten. Mm-hmm. En gaan handelen in maatschappelijk betrokken ondernemen, in betrokkenheid. Ja. Het is heel concreet. Kan je misschien een concreet voorbeeld geven? Ja, nou, je kan je voorstellen misschien dat een accountantskantoor zou best wel eens een keer zichzelf willen inzetten voor een vereniging. Maar vindt het ook leuk als dat dan zo'n deal is, dat ze er ook wat voor terug kunnen krijgen. Dus het is handelen met winst voor beide partijen. Het moet een win-win situatie zijn. En het gaat er eigenlijk om van wat heb ik over aan kennis, kunde, materialen, middelen, locatie, die ik wel beschikbaar wil stellen voor het maatschappelijk leven in Tiel. Ja. En wat kan ik daar weer aan terugkrijgen? Ook in kennis misschien, of een keer een tennisclinic voor de kinderen van mijn medewerkers. Ja. Of misschien wel ruimte als ik DHBO-vereniging ben en ik wissel locaties, zeg maar, dat zij bij mij de oefenruimte mogen gebruiken. Je doet allemaal hele concrete voorbeelden. Zijn dit voorbeelden uit de praktijk? Dit zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk. We hebben nu voor deze beursvloer hebben we nu ook 2 avonden gehad waarin we maatschappelijke organisaties hebben getraind in hoe zij nou zo goed mogelijk beslagen ten ijs naar die beursvloer toe kunnen komen. Ja. Dus dat zij weten van nou, wat heb ik nou als organisatie te bieden waar een ondernemer ook behoefte aan kan hebben. En dit zijn allemaal voorbeelden van organisaties die ze hebben aangegeven van nou, dit heb ik nodig, maar dit heb ik ook te bieden. Ja. Dus het is handel met gesloten beurs. En het is altijd, ja, het is gewoon echt gelijk oversteken. Hè? Ik bedoel, als je zegt win-win, klinkt als de ideale verkoop praat, maar volgens mij is dat dan ook zo, ja. Het is echt waar. Ik denk serieus, iedere ondernemer en iedere organisatie die heeft daar iets te halen en heeft daar ook iets te brengen. En het mooie resultaat is dat de samenleving in Tiel daar uiteindelijk baat bij heeft. He, want een goed maatschappelijk klimaat, goed functionerende maatschappelijke organisaties, ja, daar hebben we met z'n allen wat aan. Ja. Dus als ik het goed begrijp, maatschappelijk betrokken ondernemen, dat gaat dus echt plaatsvinden daarop. Beursvloerenrivierenland.nl is de website volgens mij. Ja, www.beursvloerenrivierenland.nl. Daar kun je je ook aanmelden, zowel als bedrijf als maatschappelijke organisatie. En om even aan te geven van hoe dat dan valt binnen dat hele MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè, dat is tegenwoordig helemaal, ligt een vergrootglas op bij iedereen. En maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat gaat over people, planet en profit. En dan ligt de nadruk ook voor een deel op regeltjes, op allerlei dingen moeten. Terwijl maatschappelijk betrokken ondernemen, dat gaat echt om het sociale stuk daarvan. Dus ondernemen met hoofd en hart voor je lokale sociale omgeving, de mensen in je nabijheid. En geeft daarmee invulling aan een stuk van MVO. Dus ondernemers die zeggen van ik wil graag bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en ik neem daarbij ook mijn lokale omgeving mee. Ja. Die moeten op de beursvloer zijn. Daar kunnen ze het in praktijk brengen. Nou, helemaal duidelijk. Op 24 mei gaat dat gebeuren. Is dat de eerste in een reeks? Er is in Tiel eerder een beursvloer geweest. Dat is een jaar of 2 geleden, bij mijn weten. Nou, dit is eigenlijk weer een nieuw initiatief. Nu ontstaan door 3 samenwerkende gemeenten. Die zijn ook de opdrachtgever hiervan. Mm-hmm. Het zou natuurlijk fantastisch mooi zijn als een aantal organisaties, een aantal bedrijven zegt van nou, dit is goed. We gaan alles wat er nu gebeurt niet verloren laten gaan en we gaan dit doorpakken om ervoor te zorgen dat het betrokken ondernemerschap hier blijft. Want dat is een proces wat natuurlijk gewoon als je kijkt naar het huidige klimaat wat je net zegt. Dat het gewoon doorgezet moet worden. Ja, het is hartstikke nodig. Het is natuurlijk ook al, het is niet nieuw. Het gebeurt altijd al. Goed nabuurschap is van alle tijden. Ja. Alleen, de maatschappelijke organisaties hebben het nu vreselijk hard nodig. En bedrijven hebben ook heel veel kansen in het samenwerken met organisaties. Die hen ook weer nieuwe passie kunnen toevoegen. Ja. Nieuwe kennis, nieuwe netwerken. Teamuitjes, manieren om zinvol medewerkers een kans te geven. Iets voor een ander te betekenen. Ja. Dus het is voor beide partijen is het echt de geest van de tijd om er nu aan mee te gaan doen. Ja. Nieuwe kansen voor beide partijen eigenlijk. Ja. Hè? En als ik jou zo hoor, zijn het ook win-win situaties. Absoluut, dus, Nou, we houden het in de gaten. 24 mei gaat het plaatsvinden. De locatie was bij het gebouw van het waterschap. Waterschap Rivierenland in Tiel. Ja. 3 burgemeesters die gaan om 4 uur de aftrap geven. Burgemeesters De Vreze, Tammers en Van Schaik die gaan samen op het podium staan om de eerste matches te maken. Ja. Daarna gaan de verschillende raadsleden uit de gemeente die gaan de functie van hoekman vervullen, net als op een echte beursvloer. Mm-hmm. Er zijn verschillende beurshoeken waarin verschillende soorten handel plaatsvindt. Ja. Handel in kennis en kunde, in middelen en materialen, in helpende handen. En om 5:15 is er dan nog een slag op de gong. En dan hopen we met z'n allen een hoop matches gemaakt te hebben. Ja. Nou, we gaan het volgen. Beursvloerenrivierenland.nl, daar kunnen mensen zich ook aanmelden. Ja, heel graag. Goed, dank alvast. Graag gedaan. En succes. Dank je wel. En van de beursvloeren gaan we direct door naar de beeldzoeker van deze week. Ergens in Tiel, in ons mooie Tiel, is een hele mooie foto gemaakt. Maar die is dan weer vervormd. Aan u de vraag om te ontdekken waar die foto gemaakt is. En op uw verzoek laten we nu de oplossing zien van vorige week. Dit was Stellage van deze week. Volgende week nieuwe reportages, nieuwe gasten. En voor nu, goedendag en tot volgende week.